Fantastisch weer uitgekozen om dit monument te kunnen onthullen. Mijn naam is Erik Dorst, ik ben gebiedsregisseur voor de gemeente Barneveld. Dit was eigenlijk een van mijn eerste opdrachtjes toen ik anderhalf jaar geleden binnenkwam. Van, kun je mij helpen om de lichtboei te realiseren? We hebben zo dadelijk meneer Brons, die heel veel weet van de school en de geschiedenis van Kootwijk en Broek, maar ook, geloof ik, heel veel kinderen op deze school heeft gehad. Wout Huizenleger. Initiatief nemen van de lichtboei en uiteindelijk de onthulling door wethouder Benny Wijnen. Ik vond het een mooi symbool, de lichtboei. Het zegt meer dan 1000 woorden wat het betekent. Maar het bestond nog niet in de jeugd toen ik hier zat. Ik heb hier van 59 tot 63 op school gezeten. Wat toen kenmerkend was, was de beukenhecht eromheen, een hele brede van 70 jaar oud. Lichtboei was er nog niet toen wij er waren. Wat er nog wel is, is mijn eerste klas. Want ik zat in de consistorie van de gereformeerde school, of van de gereformeerde kerk. En vrijdagavond kwam Gert Bos met zijn klasgenoten de bankjes opstapelen. Dat vrij was voor de zondag, voor de kerkenraad. En maandagsmorgen zetten ze weer neer naar de weekopening. Het laatste half jaar in school was niet zo fijn, want mijn vader was de oprichter van de nieuwe school aan de Kosterijweg, een van de bestuursleden. En ik werd er meer als de andere jongens op aangekeken. Al kon ik er ook niks aan doen en ik vond verder wel een aardige vader dus. Maar ja, zo doet de jeugd dat, hè. Ja. Ja, goedemiddag allemaal. Dat was zeg maar 150 jaar geschiedenis. Ik vertelde net tegen Piet Thijssen dat ik ongeveer 20 jaar in Barneveld woon. Dus ik waag me niet aan de geschiedenis hiervan. Ik bleef wat dichterbij. Zeg maar, het duurt altijd even wat langer, dit soort dingen, maar we zijn nu zeg maar 4 jaar verder en hij staat er en we kunnen hem onthullen. Nou, dat wil ik dan ook maar doen hierbij. Kijk, dat is hem dan. Applaus. Wethouder Wijnen voor het moment.